Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft vanmiddag de wegstrekking Monkshoop en de Vijfde Rijweg opgeleverd. De ceremonie vond plaats aan de Wayamboweg in het district Saramaka. Volgens districtscommissaris Sharwan Kumay Ramai is het district Saramaka een agrarisch gebied, dus transport over de weg is heel erg belangrijk. Dus transport van agrarische producten naar Paramaribo, naar andere omgevingen, gebeurt via de weg. Ook hebben we onze staatsolie hier, die bijna 1x24 uur gebruik maakt van deze weg. Dus bijna alle ontwikkelingen, en ik mag trots zijn op Saramaka, hebben we in Saramaka en het gebeurt via deze wegen. En daarom dat de DNA-leden, onze RR-leden, onze mensen van de buurt steeds erop gingen hameren, minister, dat dit gerealiseerd werd. En we zijn reuze blij, we zijn trots dat dat vandaag zo ver is. Districtscommissaris Sharwan Kumar Ramai van Saramaka. Hij sprak vanmiddag tijdens de ceremonie rond de oplevering van de asfaltering van de wegstrekking Monkshoop en de Vijfde Rijweg. Morgen komen wij terug op deze oplevering.